allemaal hier bij Arthur. En ik wil jullie wat vertellen over de foto's. Niet iedereen heeft het helemaal gezien, er was een heleboel mensen. Ik wil jullie vertellen, toen ik de eerste foto van de serie zag, was ik meteen gefascineerd. Het was alleen maar een proef van het project, die was net begonnen. En het was zwart-wit, het was niet zo groot. En ik vond het ontzettend dringend. Ik kon een beetje de persoonlijkheid zien, ik kon een beetje het verhaal achter de mens. En dat was het, dat was 2 jaar geleden. Toen had ik mijn atelier net boven Marcel Doorman. En ik was gewoon een schilderen daarboven. En na een korte tijd heb ik deze ruimte gekregen. En dan na een tijd wist ik wat ik ging doen met de ruimte. Dus niet alleen mijn werk maken, maar ook. Ook de werking van andere mensen tentoonstellen. En ik wist meteen, ik wil die foto's laten zien. Het was voor mij heel duidelijk. En we hebben ook over alles gesproken. In de zomer, ik was even in Bogotá en ik kwam er mee toe en hij liet me dat boek zien. Het kleine boek die daar is. En het is een heel mooi object. Met 1614 portret en zwart-wit. Heel andere formaat, meer langwerpig. Het zijn niet vierkant zoals wat jullie hier zien. En hij wist nog een keer dat ik heel verliefd op de foto was. Na 2 maanden heeft hij mij gebeld. We hebben afspraken gemaakt. En dan heeft hij, en by the way, trouwens, ik doe het met iemand anders. Ik doe het met Anton Spruit. Gaan we het doen. Ik heb hem pas vorige dinsdag ontmoet. Ik klikte meteen, maar dat is niet tegen verrassen. Dat was een verrassing dat mensen kunnen samenwerken. Dat vind ik heel bijzonder. Op hetzelfde niveau, ik weet het niet. Ik heb ook af en toe wat kleine dingen met iemand anders gedaan, maar dat de 2 mensen zo goed kunnen communiceren en samenwerken en zo'n prachtig project uiteindelijk uitvoeren, was ik ook verwacht. Maar op dinsdag zag ik voor de 2e keer, na 2 jaar, ik vertaal mezelf zo helemaal, dus pas na 2 jaar zag ik de foto's. Had ze niet gezien, alleen die ene foto 2 jaar daarvoor. En ik was nog mooier, maar groter en in kleur. En ze hebben echt 2 foto's hier achtergelaten. Maar wat bijzonder is, heel veel dingen die zijn bijzonder aan de foto's, is dat je het lijkt alsof je praat met de mensen. Alsof ze naar jou te luisteren. Dat ze willen dat je ziet wie ze zijn. En ook ze zijn op grote baren. Echt formaat gemaakt, zoals wij zijn. En ook geplaatst op de hoogte, dat wij, veel van ons kunnen op dat gevoel krijgen. En het is echt een beetje grappig, omdat je bent plots heel dicht bij iemand. En het wordt bijna 3-dimensioneel. Ik vind het gewoon heel leuk. Maar dan ik dacht, wat gek, ik zie hier de Nederlandse portrettraditie. De eerste 2 foto's. Wat zie ik hier? En ik dacht, Rembrandt. Ik zag donkere achtergronden. Draperie. Net bijna een beetje te decoreren, een beetje zoals de schilders dat deden. Een beetje om te laten zien hoe goed ze zijn met de contrasten en met de stoffen. Het licht die van andere van één kant komt, heel subtiel, niet sterk, echt zoals een kleine raad is, en dat komt van een andere persoon, en dat is verweer. Dus ik dacht, zonder te weten, omdat het was voor mij ook helemaal niet een hele leuke verrassing op dinsdag,
kon ik heel veel erkende dingen zien. En ook iets, er is daar aan de linkermuur, aan het einde is een meneer met een stropdas en een hoed. En de meneer die heet Hannes, hij is onlangs overleden. En wat deze foto's hebben, zijn zo sterk. Dus het is alsof, ja, ze hebben hem hier blijven. Dus het wordt komt in de toekomst. En dan komt de mooie titel van het boek, het moment opname van nu. Het blijft. De foto's hebben de mensen die daar geportretteerd zijn, voor altijd, voor eeuwen. Nog iets dat het voor mij belangrijk is, en eigenlijk was een beetje een contrast met hoe ze dachten over de werken. Ze gingen heel veel praten over Odile en over Hannes en allemaal de namen geven van de mensen. Heel veel liefde, heel veel respect. Dus dezelfde manier hoe ze de foto's gemaakt hebben en de portretten, het hele proces is een respectvolle proces geweest. En ze hebben iedereen gevraagd of ze konden foto's adviseren. En dat zie je ook. Ze hebben, dat was heel mooi van hun. Maar dat maakt me eigenlijk niet uit. Voor mij gaat het om de foto's. Die zijn heel mooi. En heel sterk. En hier zijn heel, zijn zelfs, en tenminste één van de modellen, ik denk dat er meer zijn, één. Ik wil niet verder vertellen over dit project, maar hier is Jodi Kamp van de organisatie Geen Luzhuis. En hij weet meer over de mensen, in die plek werken en wonen. En ze gaat de opening markeren. Dank je wel.